Rechtsboven in beeld is te zien dat de zwarte BMW van de schutters om 11:07 op de Weesperstraat in Diemen rijdt richting begraafplaats Rustoord. Ze slaan in eerste instantie niet linksaf de Venserweg in, waar de auto uiteindelijk om 10:30 brandend wordt aangetroffen, maar ze rijden nog een klein stukje rechtdoor. Daar, onder dit viaduct, staan de daders een minuut lang stil. Maar waarom? De kans is groot dat de schutters hun wapens in de Weesper trekvaart hebben gedumpt of ander bewijsmateriaal aan het lozen waren. Vervolgens slaat om 10:06 de zwarte BMW, zoals u op de beelden kunt zien, alsnog de Venserweg in en 100 meter verder wordt de auto uiteindelijk in brand gestoken. Een buurtbewoner die niet herkenbaar in beeld wil, zag de vlammen uit de auto slaan. We hoorden een auto stoppen voor de deur. En toen heel zachtjes deuren dicht en niet zo heel spectaculair. En opeens, een minuut later, keken we naar buiten en toen zagen we die auto in de brand staan. Dat is wel heftig natuurlijk. Daders van liquidaties willen meestal zo snel als mogelijk hun vluchtauto dumpen, omdat de politie vaak weet in wat voor een auto ze zijn gevlucht. Van de daders ontbreekt verder overigens nog ieder spoor.